Ja, we zijn vandaag in Leeuwarden bij de Blokhuispoort. En ik ga praten met de commissaris van de Koningin, de heer Jorritsma, over het ondernemersklimaat in Friesland. Dag Hans. Dag, hoe is het? Ja, uitstekend joh. We zijn hier in een hele mooie omgeving, in een bruisend Friesland. Bruist op alle mogelijke manieren. We worden de culturele hoofdstad in 2018 met Leeuwarden. En dat geeft een enorme impuls ook, niet alleen cultureel natuurlijk, maar ook economisch. En ik vind het heel leuk dat jullie hier in de Blokhuispoort zijn. Want de Blokhuispoort is voor ons een incubator, een bruisplek voor jonge ondernemers, start-ups. En nou, je gaat vandaag met Tim Laning spreken, de man van Serious Gaming. En Tim is vind ik echt een schoolvoorbeeld van de nieuwe manier waarop wij ook het innovatieve van deze provincie laten zien. Maar waar wij focus op hebben voor de komende jaren is aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs. Een techniekpact met onze hogescholen hier, waar 20.000 leerlingen studeren, waar we heel sterk vanuit een omdraaiing komen van, het is altijd aanbodgericht geweest, het onderwijs. Maar we zijn nu een soort, ik noem maar de Friese fabrieksschool aan het bouwen in het HBO, om echt te kijken van wat is nou de vraag in de markt, bijvoorbeeld in die zuivel. Daar heb je specialismen nodig die niet zomaar uit de vakken te halen zijn. Dus die moet je opleiden. Leid je die op in het bedrijf of leid je die al aan de voorkant op bij de HBO en de ROC-scholen? Nou, die wisseling tussen arbeidsmarkt en onderwijs, daar zetten wij de komende jaren heel veel op in. Ik ga gauw naar binnen in gesprek met Tim Laning hier in de Blokhuispoort. Hallo Hans. Vertel eens, wat is nou het unieke succes van jouw bedrijf? Wat ons bedrijf zo uniek en succesvol maakt is dat wij een vertaalslag maken tussen aan enerzijds de vraag uit de maatschappij om met medische oplossingen te komen, die leuk zijn. Anderzijds weten we die vraag zeg maar te koppelen aan technische innovatie en daar uiteindelijk een eindproduct van te maken wat ook daadwerkelijk de markt bereikt, wat goedkoop is en wat het zijn werk goed doet. Onze grootste passie is het ontwikkelen van applicaties voor mensen die daar behoefte aan hebben en om zeg maar van die groep terug te horen hoe ontzettend blij ze zijn met die producten. Daarvoor staan wij in vuur en vlam. Wat die games zo uniek maken is dat ze sociaal-maatschappelijk gewend zijn. Dus het zijn spellen die iets betekenen voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel. Die kunnen revalideren door middel van de spellen die wij bouwen. Of althans een gedeelte van die revalidatie kan door middel van dat spel worden voltooid. Andere spellen die we maken leren mensen kijkoperatietechnieken verbeteren. En dat is het leuke aan onze spellen. Ik moet heel trots op mensen zoals jij zijn. Hè? Zo succesvol. Je bent al 15 jaar bezig. Vind je het ondernemersklimaat in Nederland nou voldoende om succes te hebben, om dit soort dingen te doen? Ik denk dat het een Nederlandse klimaat voor ondernemers bijzonder gunstig is. Ik denk wel dat je een heleboel dingen zelf moet doen. Er zijn een boel instanties die ondernemers kunnen helpen, vooral aan het begin. Maar vooral wanneer je wilt doorgroeien, is het moeilijk om daar goed informatie over te vinden en de juiste partners te vinden om die groei tot stand te brengen. Hoe ga je de komende jaren doen? Hoe ga je groeien? Mijn vennoot en ik zijn druk bezig geweest met het bedenken van hoe de keten van Serious Games eruit zou moeten komen te zien. Voornamelijk medische Serious Games. En daarin zijn we nieuwe stappen aan het zetten. Ook met betrekking tot onze groei. Dat doen we in dit geval samen met een zorgverzekeraar. Daar gaan we nauw mee samenwerken om in de nabije toekomst applicaties en games te maken. Specifiek voor doelgroepen die daar baat bij hebben.